De afgelopen periode zijn er allerlei vriendenrondes, halve finales en dergelijke gehouden. En nu krijgen jullie dan de absolute climax. En voordat ik de twee finalisten hier op podium haal, wil ik onze vechtsportspecialist erbij halen. En die is de applaus, Steven! Steven, je hebt dat al een remake van Street Fighter spelen, toch? Ja, maar niet op het niveau van deze gasten. Nee, heb je zo aan het werk gezien eigenlijk? Ja. Ze zijn natuurlijk al een tijdje aan het spelen, want er wordt al achter schermen gespeeld vandaag. Maar ik denk toch altijd zo'n Street Fighter toernooi, fighting games in het algemeen eigenlijk, dat doet het gewoon heel goed om naar te kijken. Dus je hebt het over competitief gamen. Ik vind fighting games altijd op de toestand te zien. Want ik werk gewoon even, het is heel simpel, ook al speel je zelf geen fighting games. Ja. Laat op te volgen, die ene daar en die andere daar. Dat is wel boem. Een beetje beugen, kijken wie er dit vindt. En als je ook misschien die games kent en ziet wat ze allemaal voor knappe dingen doen. Ik wou net zeggen, want ik heb een beetje die palmaris gekeken. Dat is even... Roy, waarom sta jij dan niet? Europa en tweede plaats haven van de wereld. Ik denk van, hier hebben we nou een goede ziekte gestoken dan. Ja, en het is natuurlijk een scene die altijd al heeft, maar de laatste paar jaren, zeker sinds Street Fighter 4, heeft het echt een beetje een nieuwe boost gekregen. En je ziet gewoon wereldwijd zijn heel veel. Mami! En ja, goed ook in de Mami! Gaan ze die heel goed presteren. Dus het is toch een Zullen we de finalisten er maar bij halen, hoor? Laten we maar niet. Hier zijn de twee finalisten van vandaag die worden bijgestaan door de schitterende dames van Capcom. Ja, dat is een hele tijd. Oh! Hij is hype! Oh, nee, kijk eens even! Dit is minstens zo belangrijk. En laat de boys wel merken, want spelen Street Fighter 4. Beste 5 inderdaad, ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Zijn jullie klaar voor? Heb je echt nog een goede rotering gehad? Heel goede podiumplaats gehad de laatste tijd? Nee. Ja. Nou, dat doe je ook veel goed. Nee, ik zelf ben vaak op 5, maar niet vaak 6. Nou, je gaat in ieder geval tenminste 2 eindigen. Dus neem nog als plaats. Wat is kapot? Alles staat klaar. Ja, ik denk dat het een schandje is. Die mogen dus gewoon zelf gewoon bij zich komen staan. Worden ze gewoon niet toch nerveus, zeg maar. Je mag ook nog zelf bij mij komen staan. Uiteindelijk vind je dat veel leuker samen. Dat weet je zeker. Mensen denken dat je met een beetje een rammel op de knoppen en eind gaat komen, maar ik ben er. Jij hoeft niet op het hoor. Nee, ik ben er met de fysieke kom je er even bij weg, maar als jij het hier nu uitstaat, dan... Is dat een aantal? Ik heb altijd nog goed van.
voor het eerst dat we hier voor vet hebben. Wat denk je? 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 Yeah.
Ik ben er niet van. 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 Ik ben er niet